Vandaag verkoop ik mijn Model X bij Lease bijtellingvrij. Na dat 10.000 kilometer mee gereden te hebben. En tevens mijn Model S na 140.000 kilometer. Wat heb ik er heerlijk in gereden. En ze specialiseren zich hier in elektrische en hybride auto's. Een geweldige Roadster, de good old Volvo V60 hybride. Natuurlijk nog veel meer Tesla's, Model S in allerlei soorten en maat. De Outlander en de Mercedes C hybride. En de Volvo XC90. 3 stuks. En Martijn Duivenvoorden is met het bedrijf begonnen. En Lease bijtellingsvrij heeft kantoor hier in Almere. Lid van de BOVAG, veel historie en een vintage electric bike. En het aardige is, Martijn heeft een heel bijzonder businessmodel. Martijn heeft de meeste tweedehands Tesla's. Martijn, hoe werkt het bij jou? Wij bemiddelen in gebruikte Tesla's en XC90's en andere lage bijtellingauto's. Waarbij we eigenlijk in conciliatie auto's verkopen. De meeste auto's die wij verkopen zijn nog gewoon in gebruik. Dus de eigenaar rijden er nog mee. Totdat we een koper hebben. Die koopt hem eigenlijk ongezien, hè, onder voorbehoud van bezichtiging. Laat de auto hier naartoe komen, schoonmaken, poetsen. En dan de bezichtiging, eventueel schades herstellen. En op het moment dat de koper zegt, nou, die wil ik hebben, dan is de deal gesloten. En ons verdienmodel zit niet in de auto zelf, maar in de financiering op de auto. Dus ik krijg als verkoper het hele bedrag? De eigenaar van de auto krijgt het volledige opbrengst, de volledige opbrengst van de auto, minus eventueel herstelkosten. Ja. En wij verdienen aan de financiering. En als een koper zegt, ja, maar ik wil niet financieren, ik heb genoeg kapitaal om hem zelf te betalen, of ik heb elders al een financiering lopen, ja, prima, dan betaalt de koper een fee voor het feit dat hij geen gebruik maakt van onze financiering. Dat is ons verdienmodel en de volledige opbrengst gaat dus naar de oude eigenaar toe. Wanneer ben je begonnen? 2013 met nieuwe Tesla's en nieuwe Volvo's en in 2014 eigenlijk doorgegaan met de 0% auto's. Ja. En hoeveel heb je er nu verkocht? Oeh, ik ben bij 100 gestopt met tellen. Ik denk 125 of 130 gebruikte Tesla's en ik denk inmiddels een stuk of 60, 70 XC90's en nog wat andere hybride auto's. Ik heb een nieuwe Model X besteld en Martijn gaat mijn oude Model S en mijn Model X dus nu verkopen. Dus ik laat je even weten hoe het gegaan is, maar ik heb alle vertrouwen in.